zegt van hier wordt dit en dit gedaan. En dat we hier... waar we moeite mee hebben gehad, of waar we, wat juist heel goed ging, dat dan making of wordt gedaan. Dat is dan ook... Maar wil je dan ook die hele scènes weer gaan spelen dan, voor live publiek? Ja. Nee. Ja, dan heb je geen film meer. Tenminste, als jij nu... Kijk, het is beter als jij zegt van, nou, hier is een scène tussen bijvoorbeeld Hiske en mij, of mensen tussen dat beestpersonage met hun moeder. Hier zaten we, nou, hier kwamen we tegen. Als jij het gaat naspelen, dan kijken we twee keer naar hetzelfde. Ja, dat is waar. Want als jullie een making-of ook maken en waar we ook naar kunnen kijken, ja, dan hoeft het niet per se dat we hem dan na gaan spelen. Even spelen, maar het is wel super leuk om een rondleiding te geven. Hier was de eerste scène, nou, dan gaan we door naar de tweede scène, weet je wel. Ja. Weet je, en dan kan bijvoorbeeld, want dat is inderdaad wel leuk met die microfoon, want dan kan ik jou bijvoorbeeld vragen van, nou ja, weet je, deze gevangenis, hoe hebben jullie die gebouwd? En dan kan ik bijvoorbeeld daarna echt vertellen van, nou ja, deze struggles hebben we hier gehad en zo, weet je wel, nou, die gevangenispakjes kan daar en daarvan. Dus veel over het project, maar niet gaan spelen, want dat is gewoon, ja, dan kijk je twee keer naar hetzelfde, dat is ook saai. En ja, ook fouten maken en zo is niet nodig. Dus een beetje opeens je tekst niet of zo, weet je, dat is ook wel daar. Ja, leuk dat jullie ook een making of misschien dan hebben. Dat, ja, hebben we. Top. Ik had een beetje in gedacht dat ongeveer misschien 3 kwartier duren. En dan om 8 uur hebben we de afterparty en dan hebben we muziek. Wordt een uur lang wordt er gedraaid. En dan om 9 uur is de filmavond afgelopen. Ja. En wie gaat er uiteindelijk draaien? Andrea en Jens. En wie? Jens. Weet je wat? Met de Hula Hoop. Oh, dus het is weer veranderd. Want ik dacht, hoe heet die met wie je ruzie had, zeg maar, misschien ook nog wilde gaan draaien. Ja. Gerrit. Ik zit misschien wel even te kijken of ik misschien, of hij ook kan draaien. Maar even kijken of dat, of het past. Ja. Hey, nog iets belangrijks, zeg maar, kijk. Even wel, zeg maar, kijk, ik weet zeg maar, hoe het gaat met filmwereld, zeg maar, opeens zit je er helemaal middenin en dan, weet je wel, maar dit blijft uiteindelijk gewoon een project waarin we laten zien wat we hebben geleerd in de workshops, hè. Dus geen echte film, is het niet. En het is heel belangrijk dat je wel weet dat stel je voor zijn, dat er als er bepaalde mensen jou gaan interviewen of zo en je krijgt daar aanmeldingen van, dat jij heel goed controleert wat je echt e-mailadres is. Ja. Snap je? Dat je niet zomaar op vreemde verzoeken ingaat, oké? Oké, ja, zeker weten. Okay. Dat ik zo aan jouw kant sta. Ja. En als je ergens over twijfelt of zo, kan je mij gewoon bellen of e-mailen. Ik kan altijd met je meekijken, maar het zou sterk zijn als er bij wijze van spreken iemand uit het buitenland jou zou willen interviewen of zo, snap je? Dat soort dingen gaat niet gebeuren, want. Dit is echt een film. En echte filmkenners weten ook dat dit geen echte film is. Die weten gewoon, wij hebben een project opgezet. Wij hebben dit geoefend. Wij hebben er iets heel moois van gemaakt. Iedereen was super, ze heeft het super goed gedaan. Weet je, het blijft een beginsel van een acteerworkshop dat gewoon uitgebouwd is naar een soort van mooi project om te laten zien. Precies wat jij en ik van tevoren hebben gezegd. Dat is ook letterlijk wat het is. Het is geen film. Nee. Het is niet een film van 2 uur of zo. Het is gewoon een Maar het is ook nog geen echte korte film. Dit is gewoon echt een presentatie van een project waar ik aan gewerkt heb met heel veel liefde en plezier. Maar zeg maar qua stijl en zo, het is echt nog niet goed genoeg om het echt een film te noemen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik ben aan jouw kant, ten alle tijde. I got your back. En ook op het event, als er sommigen willen boycotten of zo, dan heb je sowieso mij. Gewoon, wees gewoon even op je hoede. Ja, maar zag het er iets uit? Of leuk? Of? Nou kijk, het act is gewoon echt nog niet goed genoeg. Maar daar kan jij niet zoveel aan doen. Natuurlijk, jouw allereerste project is op film, zeg maar. En ik zag dat wel. Maar kijk, je hoeft je geen zorgen te maken, weet je. Het is niet zo, mensen kunnen daar niet op afrekenen. Want ik ga wel duidelijk zeggen, dit is de eerste keer dat je dit deed. Ja. En er zijn heel veel wel goede beelden in, maar het is echt nog niet, het is niet dat je kunt zeggen van nou ja, dit is echt de beste film ever of zo, weet je. Nee. Dat kan niet, want wij hebben hem ook niet geschreven als film. Wij hebben 5 losse scènes aan elkaar geplakt
We hadden een presentatie zien van een project waar wij met heel veel plezier de laatste week aan hebben gewerkt. Mm-hmm. Ja. Dus dat bespreek ik ook nog eventjes met jou. Want zeg maar, soms lijkt het zo van opeens van wow, weet je wel, we hebben een film. En mensen komen opeens misschien aanvragen of zo binnen. Maar dan moet je wel eventjes weer gewoon even twee benen op de grond zetten en zeggen van nou, dit is geen film. En even interviews en dat soort dingen, dat kan op Utopia gewoon zelf. Ja, wees gewoon eventjes zelf scherp van, if it's too good to be true, klopt het dus, dan klopt het dus niet. Oké. Okay. Ja, nou ja, weet je, ik laat het gewoon lekker afkomen. En als mensen een interview willen hier, ja, dan zien we het dan wel. Ik heb wel wat mailtjes de deur uitgestuurd voor, want ik hoorde ook dat we op RTL Boulevard zijn gekomen. Mm-hmm. Ja. Dus dat vond ik al echt super tof dat dat is gebeurd. Ja. Ja. Dus ik heb wel wat pers en zo gevraagd of ze, als wij over de rode loper heen lopen, dat ze dan misschien een interview of iets willen houden. Zeker. Ik dacht, dat was misschien wel leuk ook voor het beeld. Dus ja, ik heb wel... En dat is helemaal goed, maar blijf wel bij je verhaal, weet je wel. Van, dit is een presentatie van, want ook al... Kijk, het is het namelijk, en zo gaat het er ook uitzien. Het is namelijk geen echte film. Het zijn gewoon 5 scènes achter elkaar geknipt waarin iedereen gewoon zijn best heeft gedaan. Mm-hmm. Je mag zeker het hebben over je ambities enzovoort. En als een RTL Boulevard komt en jij hebt ook gezien dat we hebben geverifieerd vanaf dat e-mail. Ja, weet je wel, dan kan het natuurlijk. Maar ja, ik gewoon niet dat er voor bepaalde verrassingen komen te staan. Maar ja, dat lossen we tegen die tijd wel op als het wel zo is. Maar dat komt wel goed. Ja, ik sta zo aantrekken.